Laten we erover praten. Wij zijn toch vrienden? Nee, doe dat niet! Nee! Ik zal u vertellen wie de moordenaar is van Karel Jacobs. Laten we beginnen bij het begin. De uitnodiging werd nooit verstuurd door Karel Jacobs zelf. Het was niet zo gewoon om een brief te schrijven voor weekendjes. Hij belde immers altijd. Het was de moordenaar zelf die de uitnodiging verstuurde. Maar waarom? Ik denk dat de moord een uit de hand gelopen ruzie was, zeker niet goed gepland. En dat de dader nadien een plan bedacht heeft om iemand anders te beschuldigen. Van de rols van de gastheer wist de moordenaar welke vrienden een mogelijk motief hadden om hem te vermoorden. Die vrienden heeft hij samengebracht en heeft ervoor gezorgd dat het lijk gevonden werd. En de rest liet hij aan zijn gasten over. Zij zouden de politie verwittigen en mekaar beschuldigen om zelf buiten schot te blijven. En om dat hele plan in goede banen te leiden, was de dader ook op het weekend aanwezig. Maar het liep anders. De politie werd nooit verwittigd. Rest natuurlijk de vraag, wie? Wie wilde er zo'n luguber spelletje spelen? Alles wees erop dat de dader geen vrouw was. Geen vrouw in ons gezelschap was sterk genoeg om het robuuste lijk van Karel in de diepvriezer te hijsen. Sarah en Juliette kon ik daarmee van mijn verdachtenlijst schrappen. Bleven nog over Victor de tuinman, Jos de zakenpartner, Bert de pastoor en Geert de jager. Maar de moordenaar had een aantal fouten gemaakt die hem de das omdeden. Opvallend was dat de dader tijdens mijn ondervraging nooit op mijn vragen antwoordde, maar enkel in de verdediging ging. Bovendien herinnerde ik me een aantal bijzonderheden. Omdat het lijk absoluut moest gevonden worden door het gezelschap, stelde de dader zelf voor om Karel te gaan zoeken. Wie weet heeft hij iets gekregen. Hij was ook niet meer van de jongsten. Hè. Ik denk dat we moeten gaan zoeken. Ik stel voor dat we ons opdelen. Ik zal met Victor in het park gaan zoeken. Angela en Geert zoeken jullie in de boomgaard. En Sarah en Jos die kunnen samen met Juliette in het huis zoeken. Zeg, wat is het jong? Zijn jij flik geworden of wat? De moordenaar probeerde ook achterdocht te creëren onder de gasten, zodat ze elkaar gemakkelijk verdacht konden maken bij de politie. Jij weet hier precies alles staan. Spek en eieren enzovoort. Wat bedoelde er eigenlijk mee? Niks. Is jullie ruzie dan bijgelegd? Ruzie? Welke ruzie? Die ruzie over die jachtrechten. Maar het was een streep door zijn rekening toen de gasten beslisten om de politie niet te bellen en de zaak zelf op te lossen. Ik stel voor dat we de politie bellen. Ik wou juist hetzelfde voorstellen. Hola, zouden we dat wel doen, ja? Inderdaad, meneer Van Brabant. Kunnen we niet gewoon proberen van dat hier eerst zelf allemaal te zien wat er gebeurd is? Ja, dat vind ik ook. Maar het ultieme bewijs heb ik gevonden in de telefoon die lag op het lijk van Karel Jacobs. De eerste onbeantwoorde oproepen waren al 5 dagen oud. Wat me deed besluiten dat hij al even lang dood was. Want Karel nam zijn telefoon altijd op, dag en nacht. En dat, terwijl de moordenaar tot 2 keer toe beweerde dat hij Karel eergisteren nog gezien had. Hij is altijd een beetje te laat. Eergisterenavond had ik nog met hem afgesproken en hij was ook te laat. In mijn ondervraging heb ik dan ook specifiek naar het tijdstip gevraagd. En ook toen beweerde de dader dat hij Karel eergisteren nog gezien had. En wanneer heb jij Karel voor het laatst gezien? Eergisteren. En daar bent u zeker van? 100%. En dat kon niet, want Karel was toen al 3 dagen dood. Het is Bert, beste luisteraars. Bert de pastoor heeft de moord gepleegd op kasteelheer Karel Jacobs uit Helshoven. Karel was erachter gekomen dat Bert verantwoordelijk was voor de dood van een van zijn medebroeders in zijn missie in Brazilië. Deze broeder had Bert betrapt bij een diefstal in de kerk van São Paulo. Bert zag geen andere uitweg meer dan zijn broeder uit de weg te ruimen. Karel, die geen onrecht kon verdragen, wilde dit naar buiten brengen. En dat had hij beter niet gedaan.